Pestende en provocerende boodschappen zijn rijkelijk verspreid op ons wereldwijde web. Je vindt ze onder andere op Facebook, YouTube en online fora. Op vrijdag 5 juli boden verschillende jeugd- en middenveldorganisaties een weerwoord op het Flagetplein in Brussel. Zij deden een oproep tot verzet tegen hate speech. Maar wat houdt hate speech nu eigenlijk in? En waar ligt dan juist de grens tussen een vrije mening en een haatboodschap? Alors le speech, c'est le discours de haine, le discours de violence, le discours de racisme, tout ce qui a trait à la haine et qui se propage dans les médias sociaux ou via le net, donc sur Facebook, sur Twitter, etc. Ben Sean, ik ben zanger en gitarist van Karma Police. Ik ben Cedric, drummer van Karma Police. Ik ben Wouter, ik speel bas bij Karma Police. Waarom denk je dat dat nu zo massaal voorkomt? We zijn de internetgeneratie nu. Hè. Iedereen heeft internet nu, Facebook of YouTube. Iedereen kent het wel. En ik denk, tegenwoordig als je iets fout doet en het komt op Facebook, kan dat je het sociale leven nogal verpesten. Denk ik. Moi personnellement, ce que je trouve dommage, c'est qu'en ce moment, par exemple, les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, c'est libre. Et comme il y a des gens qui parfois ils mettent des messages antiraciaux, discriminatoires et tout, et bien, les gouvernements par exemple, en France et aux États-Unis, ils essayent de plus surveiller les messages, de condamner les personnes. Et je trouve ça dommage en fait. Versta je dat sommige mensen er tegen zijn omdat het een soort inperking is van vrijheid van meningsuiting? Ja. Vaak horen we dat ook als een argument. Als we vorming gaan geven bijvoorbeeld aan jongeren, dan als je de vraag stelt wie is voor de vrijheid van meningsuiting en zoveel mogelijk, dan steekt bijna iedereen zijn hand op. En wij zijn daar ook voor, hè, als Centrum voor Gelijkheid van Kansen. De bedoeling is dat je vrijheid mag gebruiken, maar wij zeggen het stopt waar je de vrijheid van anderen beknot door die te gaan beperken of aan te zetten tot haat of geweld of discriminatie. Want dat is niet meer echt gebruik maken van je vrijheid van meningsuiting. Dat is echt de bedoeling om minderheden in de samenleving, om die hun vrijheid te beperken. En daarvoor is de vrijheid van meningsuiting niet bedoeld. Ik denk dat we altijd moeten bewust zijn dat meningen die schokken, verontrusten en kwetsen, dat moet kunnen in een democratie. Zo zegt het Europees Hof van Straatsburg het elke keer opnieuw. Meningen die schokken, verontrusten en kwetsen. Maar wat niet kan, onder de Belgische wetgeving, onder de Europese wetgeving, is bewust, wetens en willens, aanzetten tot haat, geweld en discriminatie ten aanzien van personen, omwille van hun ras, hun afkomst, hun geloof, hun seksuele haartijd of wat het ook mogen zijn. Want dat is een daad. Dat is geen mening meer, dat is een daad. Iemand aanzetten tot geweld is een daad.